Woensdagochtend, 23 maart. Een nieuwe werkdag. Het station is verlaten. Geen pendelaars, geen ontstoppingen. Enkel een leeg perron. Een aankomende trein. Het is mijn trein. Lege gangen, lege stoelen, de spooktrein naar het hartje van ons land, Brussel. De vervallen huizen langs de kant van het spoor kondigen mijn aankomst aan. Vandaag. Het leven herstelt zich. De centrale hal. De werkende mens. Trede per trede op weg naar de metro. De slagaders van onze hoofdstad. Gebloed, gekwetst, maar echt nooit verloren gegaan. Allemaal gehaaste mensen. Zoveel haast, te druk, zoveel dingen te doen. Zo weinig tijd. Blik op oneindig. Asociaal sociaal zijn. Het lijkt een eeuwigheid geleden. Waar zijn die tranen? Waar is de onmacht? Maalbeek. Daar werden we geraakt. Daar hebben we verloren. Zoveel onschuldige zielen. Vredesduif in de hand, gevoed met liefde, gevoed met haat. Brussel, die schone. Leeft, kom uit uw kot. Leef, geniet, creëer. Sympathiseer, heb medelijden, de wereld die is rondom ons. En liefde, vooral zoveel liefde. Ken ons hartje, geniet van het buikgevoel. Sta gewoon stil bij al dat moois. Klik, deel. We hebben zoveel te bieden. Het centrum van Europa, markt van culturen, eenheid, werk, kracht en vriendschap. Geluk, maar zoveel geluk. Brussel. Het is een stad onder belegering.